vanavond allemaal aantrekken. De mensen die het nog niet getekend hebben, kunnen dat morgen vroeg doen. Verder is er gisteravond op de helling een horloge gevonden. Heeft er iemand zijn horloge kwijt? Of is er iemand zijn horloge kwijt? Ja. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Misschien van de jongste groepen. Want die zijn gisteren op de helling geweest. Niemand horloge kwijt? En misschien kunnen jullie morgen nog spulletjes meebrengen voor de hut, zoals stof of zo, om gordijnen te maken. Mag je allemaal zelf weten, ja? Dus vergeet morgen niet om de zwemspullen mee te brengen en het shirtje waarop getekend is. En stop. En dan wil ik jullie aandacht nu voor professor Bolleboos. En zit. Dag jongens en meisjes. En hebben jullie een fijne dag gehad? Ja. Zip en Zop ook volgens mij. Alhoewel ik toch een beetje verder naar voren. Alhoewel ik toch zie dat Zip een beetje bedrukt kijkt. Wat is er aan de hand, Zip? Ik moet mee naar Zap. Moet jij mee of wil je mee of wat is er aan de hand? Hoe komt het nou dat je nou in één keer mee wil? Want hij wilde zo graag blijven hier. Ik heb heimwee gekregen naar Oki en Toki. Ja. En dat heb jij allemaal gehoord van Zop? Maar vind je nou echt dat je mee moet? Wij vinden eigenlijk... mag Zip terug naar Zap of niet? De meningen zijn verdeeld, maar volgens mij zijn de kinderen er ook niet zo blij mee hoor. Wij hebben eigenlijk liever dat jullie nog een poosje blijven. Waar moet het zonder jullie? Weet ik niet. Maar je wilt echt terug? Hij moet gewoon terug. Oki en Toki missen hem. En Zaza wordt niet meer uitgelaten. Zaza? Wie is Zaza? Dat is zijn hond. En die doet elke dag zijn behoefte in de keuken. Oh, dat is inderdaad niet zo netjes. Nou jongens en meisjes, als dan Zip en Zop zo graag terug willen, dan moeten wij toch wel iets regelen, want dat is eigenlijk nog niet zo makkelijk. We hebben wel iets gebouwd en ik weet niet zeker of het werkt, maar dan zullen wij jullie terug moeten laten gaan. Maar willen jullie nog iets anders even zeggen aan de kinderen, ter afscheid? Wij willen een afscheidstandje doen. Nou, dan laat dat maar eens zien. Oh-oh. Dat wil ik zien. Dus allemaal gaan staan, zegt allemaal een hele grote kring maken. Helemaal om de driehoek heen. Elkaar de vingers vasthouden, het eindje van de vinger. Alleen het eindje van de vinger. We maken het geluid van een bieberenpiep. En het geluid maken van een bieberenpiep, ja? Bieberenpiep!
Dan lukt het niet.
Dus op het moment dat ik ja zeg, ik moet even het apparaat goed zetten. Zip en Zop moeten even geduld hebben. Maar dan moeten jullie allemaal heel hard roepen. Ik zal jullie op de hoogte houden hoe het allemaal loopt. Even mijn koptelefoon opzetten. En even kijken of het allemaal goed zit. Probeer eens even een test. Ja, allemaal roepen. Het is nog niet voldoende, maar nou gaan we het dadelijk voor rechts proberen en dan gaan we eens kijken of we de lamp op kunnen laden. Dus op het moment dat jullie nu allemaal beginnen te roepen, zo hard als het kan, en op het moment dat ik stop zeg, dan stoppen we en dan, ja, want op een gegeven moment dan houden we toch op. En dan kijken we dus of we voldoende energie te pakken hebben gekregen. Als jullie, ja, zijn jullie klaar ervoor? Oké, ja! Stop maar. Het is eigenlijk maar weinig. Er komt niet meer uit, Sip en Zop. Maar we gaan het proberen hoor. Ik stel voor dat we toch proberen met de beetje energie wat we hebben. Om te kijken of het lukt. Dus ik stel voor dat jullie allemaal jullie ogen gericht houden op Sip en Zop. Dat jullie mogen ook naar het apparaat kijken. Maar ze gaan dadelijk, hè. Dus eigenlijk allemaal zwaaien. Dan moet ik eens even kijken of alles goed staat. Even kijken, staat alles goed? Ja, zo moet het ongeveer goed staan. Even kijken. Even kijken, ik denk dat we ongeveer beginnen. Attentie! Thank you.
Ik ben echt niet in Spanje. Ik ben echt niet in Spanje. Kan je maar rust? Lolle boos gaat altijd terug. Nee. Ja, we kunnen doen, hij is ballenboos kwijt. Ha, ballenboos heb ik opgesloten in de kaas. Dat doen we niet hoor. Hé, dat is echt niet binnen. Dat is eigenlijk het leukste thema, vooral voorbereiden dat de rest het ook niet meer weet. Ja. De afspraken niet ondermijnen. Dus ja. Hoezo verdwijnen? Ze doen helemaal niet verdwijnen. Hoezo roken? Helemaal geen rook. Zop. Doe iemand lekker. Zop. Doe iemand lekker in de war brengen. Waar is Zop? Flikker toch op. Shit. Nou, nou, nou is dat. Nee, Zop. Hij wil het vuur. Oh, de trap is er nog niet, dus wippen. Trap is hier, hij kan niet op. Wippen, zip. Wip, zip. Stop. Op het podium, zip. En je verdient. Ja. Goedemorgen, kinderen. Allemaal weer wakker. Goedemorgen, zip. Goed geslapen? Heel goed geslapen. Maar ik mis nog iemand voor me. Waar is Zop? Waar is Zop? Ja, waar is Zop? Ja, deze draad. Zop ligt nog ergens geslapen in het dorp. Beetje stil, hij was nog een beetje moe van gisteren. Hij kon het nog niet gewaan goed aan. Nou, jongens en meisjes, dus Zop is nog niet, is er nog niet. Geef niks, ik kan het ook alleen. Oké, Zip, voor jou is het de laatste dag vandaag. Ja. Want ik denk wel dat het vanavond lukt om hem terug te krijgen naar Zap. Dat hoop ik tenminste. Als jullie vanavond voldoende mensen hier komen kijken, dan kunnen we voldoende herrie maken om hem terug te krijgen. Maar ik denk eigenlijk dat het net zo leuk is dat hij nog een dag hier is. Dan kan je in ieder geval zien hoe het dorp afgemaakt wordt. En hij kan, we kunnen hem misschien wel een beetje een verschillend afscheidsfeestje geven. Misschien een optocht of zo, maar dat kunnen we straks wel allemaal zien. Ik stel voor, kinderen, dat jullie aan de slag gaan om jullie hutten af te maken. De materialen worden zo meteen weer uitgedeeld door mijn collega's. En deze man, straks moeten jullie je materiaal die jullie nog over hebben, pas terugbrengen, zodat het netjes is. En dan komt Zip straks nog met jullie een foto maken bij de hutten. Want dat wordt nog nader bekend. Nee, die zijn nog in een appelgat en die durft geen appel te vragen. Hier, Ja,
Ik heb hem net droog gereden.
Ik heb jou ook wel.
Gebeurt dit? Zo. Hier. Afstappen. Vlug de volgende. Kom maar bij. Thank you.
dat ze niet meer te houden zijn. Allereerst wil ik even de fanfare hartelijk bedanken. Ze zijn wel helemaal weggekropen erachter. Maar het is ook zo druk. Ze hebben ontzettend goed hun best gedaan. En namens Sip en Sop moet ik al zeggen dat ze het heel mooi vonden. Vooral de marsen. Dat komt een beetje in de buurt van Zap. En de mars kwam vrij goed over. Nog één